Waarom is Iran veel democratischer dan we denken? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ben redelijk vaak in Iran geweest. En ik zal u uitleggen op welke manier ik daar rondloop, wat ik daar doe. Ik heb een jaar of 10, 12 geleden een studentenuitwisselingsprogramma opgezet dat Zeytoun heet. En ik breng dan 10 studenten van mij 10 dagen naar Iran, waar we een zwaar academisch programma en een beetje cultuur en een heel klein beetje vrije tijd doen. Een tijdje later of een tijdje daarvoor, hangt af van de volgorde, komen ook Iraanse studenten naar Nederland. Die ontvangen wij dan hier 10 dagen en die krijgen hier een even leuk, onderhoudend, maar vooral zwaar programma voorgeschoteld. Mijn laatste reis naar Iran was in december 2014, vlak voor de kerst. En daar gebeurde iets heel opmerkelijks, wat ik eigenlijk nooit in die mate had meegemaakt. Mijn studenten schrijven altijd papers, werkstukken, in het Engels, die ze dan vervolgens moeten presenteren aan de Iraanse studenten. En er zitten vaak professoren bij en andere mensen die daar uitgenodigd zijn. Nou, een van mijn studenten had een paper geschreven onder de titel Is the Revolution Over? Is de revolutie voorbij? En ze hadden een fraaie PowerPoint-presentatie en de eerste sheet die ze liet zien was een foto van Ayatollah Khomeini. Maar dit is een, zoals u ziet, een gefotoshopte foto van Khomeini. Nou, en dat leidde tot consternatie. Want wat gebeurde? Een van de Iraanse studenten raakte zeer opgewonden, ik noem de naam hier niet, ik noem hem Mohammed, maar hij heette anders. Mohammed stond op en zei, schande, schande, hoe durf je dit te doen? Dit is onze grote leider van de revolutie, imam Khomeini. Die foto kan nooit een echte foto zijn. Doe weg dat ding. Nou, de studenten in kwestie van ons, die schrok zich natuurlijk een hoedje. Had dat totaal niet verwacht, ik ook niet. En die klikte die foto meteen weg, naar de volgende dia. In de pauze van die sessie kwamen andere Iraanse studenten naar ons toe en die zeiden, nee, hij stelt zich een beetje aan. Dit kan best wel hoor, dit. We zijn wel wat gewend hier. We kunnen tegen een stootje. Nou, dit incidentje geeft redelijk goed aan wat voor land Iran is. Dat er een enorme gevarieerdheid aan meningen is. Niet alleen onder de jeugd. Iran wordt heel vaak neergezet, zeker in de populaire media, als een zwarte islamitische dictatuur. Maar klopt dat beeld nou wel? Hè? En ik ga me vervolgens afvragen, hoe dictatoriaal is Iran nou? Of hoe revolutionair is Iran nou? Of hoe democratisch is Iran nou eigenlijk? Nou, Iran is geen gewoon land. En Iran is ook geen gewone democratie. Is ook geen gewone dictatuur. Het is heel iets anders. In Iran is er ook geen, is er wel een zekere mate van vrijheid van meningsuiting. Je kunt vrij veel zeggen, maar er is veel minder vrijheid na meningsuiting. Je wordt heel snel op je vingers getikt of opgepakt en krijgt straf voor wat je geschreven of gezegd hebt. Dat is allemaal waar. Ik denk nog dat de beste betiteling voor Iran is dat het een democratie is binnen een dictatuur. Dus iets heel ambiguus. En dat zal ik proberen verder te verduidelijken. Iran is dan ook geen monolithische dictatuur waar één man alles voor het zeggen heeft. Er zijn in Iran wonen overigens 80 miljoen mensen, groot land. Er wordt heel veel gedelibereerd. Er wordt eindeloos vergaderd en gepalaverd in diverse gremia. Binnen de diverse elites, binnen de politieke elite, binnen de militaire elite, binnen de religieuze elite. Grote groepen mensen die met elkaar palaveren, zou je kunnen zeggen.
probleem is dan wel dat al die discussies achter gesloten deuren plaatsvinden. Daar kan de gemiddelde Iraanse burger weinig kennis van nemen. Maar er is wel één gremium, en dat is het parlement, de majlis, zoals het heet in het Persisch. In de majlis zijn wel debatten openbaar. Er zitten 290 parlementsleden die over alles praten. En we laten even een kort fragment zien van zo'n debat in de majlis in Teheran, om te zien hoe dat ongeveer daaraan toe gaat. موضوعات رو پاک کردن صورت مسئله بر قصور و تقصیر خود رو بپذیرند و در صدد نفع آن برایند. در جلسه امروز مجلس وزرا و Wie heeft er nou voor het zeggen in Iran? Khomeini, Ayatollah Khomeini, de leider van de revolutie, kwam aan de macht in 79 tot 89. En hij introduceerde het principe velayat-e faqih. In het Persisch betekent het gezag van de wetsgeleerde. Dat wil zeggen dat de hoogste religieuze leider is ook de hoogste politieke leider. Dus een fusie van religie en politiek belichaamd in die ene persoon. Khomeini voerde in begin van de jaren 80 een aantal grote zuiveringen door onder tegenstanders of vermeende tegenstanders. Duizenden mensen zijn over de kling gejaagd, maar vestigde daar wel mee zijn gezag, althans onder delen van de bevolking. Maar wat zegt dat nou over de relatie tussen islam en politiek? Wat zegt dat? Opvallend was dat onder Khomeini al politiek belangrijker werd gezien dan islam. Om dat te illustreren, een heel bekend citaat van Khomeini zelf, die zei: de staat heeft de plicht om een moskee af te breken als die op een plek staat waar een weg moet komen. Beroemd citaat van Khomeini. Politiek belangrijker, staatsbelangen belangrijker dan religieuze belangen. Dat was al onder Khomeini zo en dus later is dat nog meer geworden. Laten we eens een beetje verder inzoomen op de organisatiestructuur van het Iraanse politieke systeem. We zien hier in het midden, en die staat terecht in het midden, ook met de grootste letters onder zijn naam, is de opperste leider, de supreme leader. Of de gids van de revolutie, zoals hij ook al wordt genoemd. Die heeft heel veel bevoegdheden. Die twee cirkels geven dat heel goed aan. Hij benoemt de mensen in de Nationale Veiligheidsraad. Hij benoemt de vrijdagpreek-imaan. Hij benoemt de minister van Justitie. Hij is opperbevelhebber van het leger. Hij benoemt de directeur van de staatsmedia, enzovoorts, enzovoorts. Dus hij heeft heel veel bevoegdheden. Interessant in dit figuur is wel om even te kijken naar wat heet de Raad van de Hoeders van de Grondwet. Een beetje rechts, de rechtrode pijl vanaf de opperste leider richting de president. Dit is een heel interessant instituut binnen het Iraanse politieke systeem. Deze Raad van de Hoeders van de Grondwet bestaat uit 12 mannen. Mannen met baarden. En deze 12 mannen hebben heel veel bevoegdheden. Die controleren, zoals het heet, het islamitisch gehalte van de wetgeving. Maar belangrijker is nog dat ze ook een vetorecht kunnen uitspreken over kandidaten bij verkiezingen. En die verkiezingen vinden op drie manieren plaats. De bevolking onderin in het schema, kiezer, kiest rechtstreeks de president, kiest het parlement en kiest de raad van experts. En die raad van experts kiest vervolgens weer de opperste leider, die overigens voor het leven wordt benoemd. Dus de bevolking heeft wel enige mate van inspraak. Die bevolking mag dus stemmen voor een president, voor parlementsleden en voor de raad van experts. En de bevolking, dat wil zeggen, dat zijn alle volwassen Iraniërs, 18 jaar en ouder, die hun stem kunnen uitbrengen. En opvallend is dat de meeste van die verkiezingen, niet alle, gaan gepaard met een vrij hoge opkomst. Dus er is een
duidelijke politieke participatie. Al wisselt dat, moet ik zeggen, per jaar. Dit schema geeft ook alweer aan dat er allerlei tegenstellingen binnen dat politieke systeem zijn. Iran is als het ware, en zo is het vaker genoemd, een land van contradicties, een land van ambiguïteiten. Het heeft democratische elementen, het heeft ondemocratische elementen, het heeft theocratische elementen en het heeft republikeinse elementen. Eigenlijk van alles wat. Iets verder dan Khomeini. Khomeini overlijdt in 1989 en dan komt Ali Khamenei als zijn opvolger aan de macht. Wat we dan zien is dat onder Khamenei, niet per se door Khamenei, maar dat er dan het islam steeds minder een rol gaat spelen. In de publieke sfeer, op straat om het zo maar te zeggen, zie je steeds minder islam. En ik heb dat ook tijdens mijn vele bezoeken heb ik dat ervaren. Zeker als je het vergelijkt met de Arabische Golfstaten. De Islamitische Republiek Iran is het minst religieuze land in het Midden-Oosten. En hoe komt dat? Een lang verhaal, maar om het kort samen te vatten. Juist door dat pushen, door dat dwangmatig opleggen van die islam, zeker ten tijde van Khomeini, kregen de mensen daar genoeg van. En ontstond er een zekere afkeer van islam. En dat uit zich bijvoorbeeld door de vele, vele grappen die gemaakt worden over geestelijke. En dan lopen heel veel geestelijke rond in Iran. Over die geestelijke wordt vaak gesproken in termen van agoend. Een Persisch woord. Het is een beetje een denigrerend woord, een beetje een scheldnaam. Agoend, en als mensen zeggen agoend, dan doen ze altijd zo. Dus dan wijzen ze naar de tulband, die of wit of zwart is. De agoend. En wat bijvoorbeeld bekend is, en ik heb dat ook wel eens een keer gezien, is dat een molla behorende tot de agoend staat dan langs de weg om een taxi te nemen. En die taxichauffeur steekt nog net niet zijn middelvinger op, maar hij rijdt wel gewoon door. Want die man ga ik niet meenemen. Dat gebeurt. Even een stap naar de Arabische Lente en de link tussen de Arabische Lente en Iran. De Arabische Lente heeft aan Iran een enorme boost gegeven. Iran bleek namelijk tot op de dag van vandaag een eiland van stabiliteit in de golf, in de regio breed. Er is veel geweld, er is veel chaos, rebellie in allerlei andere landen. En het Iraanse regime kan met recht claimen dat zij inderdaad dat eiland van stabiliteit vormen. Maar dat wil niet zeggen dat het Iraanse regime zonder zorgen is. Er zijn heel veel zorgen. En die zorgen komen voornamelijk door de sancties die op Iran gelegd zijn vanwege zijn kernenergieprogramma. Dat treft vooral de middenklasse. En dat treft vooral jongeren binnen die middenklasse. En die jongeren klagen daarover. Die willen ook dat er een nucleaire deal komt. Maar zolang die deal er niet is, kunnen ze alleen maar klagen. En dan klagen ze vooral op Facebook. Facebook. En weer zoiets raars. In Iran is Facebook verboden. Twitter is verboden. Bij wet verboden. En toch zit iedereen zit op Facebook en Twitter. Dat is weer zo'n ambiguïteit. Ook de hoogste geestelijke en de president van het land, zie je hier, Hassan Rouhani, heeft zijn eigen Facebookpagina in twee talen. Engels en in het Persisch. Waarin hij communiceert met zijn burgers. Nou, de slotsom is dat Iran duidelijk meer republiek is dan islamitisch. Het is een republiek van tegenstellingen. Om het maar kort te zeggen, in Iran is heel veel verboden, maar er mag ook heel veel. In een volgend college zal ik uitleggen hoe de Arabische Lente ruimte heeft geschapen voor religieus extremistische bewegingen, zoals de Islamitische Staat.